morgen eindelijk de dag van de finale van de Dutch Creativity Awards. En ik merk dat ik niet heel erg gespannen ben. Ik voel het wel een beetje natuurlijk. Maar we hebben ons super goed voorbereid. We hebben natuurlijk de plek al een keer gezien. We hebben de pitch al een keer gegeven. En we hebben ook nog heel veel dingen verbeterd. Dus ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen. En ik heb er ook super veel zin in. Het is alweer echt een super mooie dag vandaag en dat komt goed uit, want we hebben straks om 1 uur al van tevoren even afgesproken met z'n allen om nog even alles te bespreken, maar ook gewoon omdat het gezellig is natuurlijk om elkaar even te zien. En we presenteren pas om 3 uur, dus we hebben ruim de tijd. Hoi allemaal, ik zit nu in de auto, want ik ga Jette zo ophalen. Jette doet ook mee aan de Dutch Creativity Awards, maar dan met een ander groepje. Wij meeten in Ede en rijden daarna door naar Amsterdam, waar de Dutch Creativity Awards finale plaats gaat vinden. Ik ben op dit moment eigenlijk niet zenuwachtig, maar dat komt denk ik ook omdat ik niet hoef te presteren vandaag. Dat doet een ander groepslid deze keer. Ik ben wel zenuwachtig natuurlijk voor hun en super spannend hoe de dag dadelijk gaat lopen, maar we hebben er heel veel zin in. En Bram, ben je een beetje zenuwachtig? Heel erg. Ja? Nee, ik denk dat het helemaal goed komt. Oké. Okay. Dus even wachten, dat is altijd wel even jammer, maar kunnen we zo beginnen en dan zijn we er ook weer vanaf. En het is lekker weer, dus... Ja. Eens. Eens gelijk. We are going to tell you why you should all live a bit wilder. These days, I'm spending most of my time inside, surrounded by a minimum of 4 walls, and to be fair, a lot of time behind my screen. It will just help with the finance and the local things that they can make sure wilder is everywhere in every city. So I'll say live free, live wilder. This was our presentation. Our goal is that you can also explore nature in your own city, so you don't really have to go to our... Yeah. Ik dacht, ik ga jullie nog even kort vertellen wat wij er nou uiteindelijk van vonden van de presentatiedag. Want dat hadden we niet echt gedaan, omdat we meteen zijn gaan vieren natuurlijk. En we hebben er niet meer echt aan gedacht om nog even wat op te nemen. Dus ik dacht, dat ga ik nu even doen. Wij vonden het eigenlijk super leuk om te doen. We waren ook best wel tevreden over hoe de pitch ging. En de jury stelde nog best wel wat kritische vragen, ook leuke vragen. En we hadden overal wel een antwoord op. Dus dat was wel chill om te merken. Daarnaast was het natuurlijk wel jammer dat we niet de pitches van andere groepjes hebben kunnen zien deze keer. Omdat het steeds in tweetallen ging. Dus we hebben maar 1 ander groepje gezien. Die het overigens ook super goed deden. Dus dat was ook leuk. De rest duurt het nu nog eventjes voordat we weten wie er gewonnen hebben. Want dat horen we pas in september, geloof ik. En mocht de uitreikingen op locatie zijn, dan gaan we dat natuurlijk ook filmen. En dan nemen jullie gewoon even mee ook. Dus wie weet, tot dan. En dankjewel voor het kijken.